Wanneer u het ziekenhuis mag verlaten, wordt er gekeken of dat u naar huis kunt of dat u nog elders intern in de instelling verder moet revalideren. Dit kan helaas het geval zijn als uw ziekenhuisopname gecompliceerd verlopen is. In deze instelling zult u verder intensief begeleid worden bij uw revalidatie. De meeste patiënten mogen gelukkig gelijk vanuit het ziekenhuis naar huis. Wanneer u naar huis gaat, is de revalidatieperiode nog niet afgelopen. Het herstel neemt enkele maanden tot soms meer dan een jaar in beslag. Ook thuis blijft het belangrijk om in beweging te blijven en uw lichamelijke activiteiten verder uit te bouwen. U kunt op den duur weer gaan sporten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de conditie na een orgaantransplantatie 40% tot 70% van voorspeld is. Als je dit vergelijkt met gezonde personen van dezelfde leeftijd. Hoe ver uw conditie verbetert na de transplantatie is van vele factoren afhankelijk. Dit is voor iedereen anders. Wel weten we dat de conditie zeer sterk kan verbeteren als u gaat trainen. Veel bewegen na een transplantatie wordt in verband gebracht met een betere overleving, minder kans op hart- en vaatziekten en complicaties en een betere kwaliteit van leven. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt er met u besproken op welke manier u het beste uw conditie kunt verbeteren of op den duur kunt onderhouden. Allereerst adviseren wij om toe te werken naar de Nederlandse norm van bewegen. Dit betekent wekelijks tenminste 2,5 uur matig intensief bewegen en daarnaast uitvoeren van spier- en botversterkende oefeningen en evenwichtsoefeningen. Onder matig intensief bewegen wordt verstaan een verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling. U kunt bijvoorbeeld het matig intensief bewegen verdelen over 5 dagen van 30 minuten per dag. Om deze norm te bereiken, of zelfs meer, zijn er de volgende opties. Optie 1. Wanneer het functioneren thuis goed gaat, kunt u het sporten en bewegen weer gaan oppakken, bijvoorbeeld bij uw sportschool of sportvereniging. Optie 2. U kunt samen met lotgenoten weer actief gaan bewegen en of sporten. Een aantal voorbeelden zijn walk and talk en transfit. Optie 3. U kunt verder revalideren onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het is zeer belangrijk om te blijven revalideren tot u een goede conditie heeft bereikt. Daarna is het belangrijk om deze conditie de rest van uw leven te behouden. Een goede conditie ondersteunt het functioneren van uw nieuwe orgaan. Deze zal daardoor het best presteren en zo lang mogelijk meegaan. Mensen die regelmatig bewegen voelen zich over het algemeen sterker en fitter. Zij kunnen zich bijvoorbeeld ook makkelijker ontspannen en zijn beter bestand tegen stress. De orgaantransplantatie zelf, de behandeling en nabehandeling hebben helaas ook negatieve effecten op het lichaam. De meeste mensen moeten langdurig medicijnen blijven slikken. Deze medicijnen kunnen leiden tot bijwerkingen zoals spierzwakte en of zwakkere botten. Ook daarom is het belangrijk om in beweging te blijven. Door een actieve leefstijl kunt u deze bijwerkingen tot een minimum beperken. En zorgt u ervoor dat uw organen, botten, spieren en hart- en bloedvaten in goede conditie blijven. We willen de volgende aandachtspunten nog benoemen. Te snelle en intensieve opbouw van sportactiviteiten kunnen leiden tot pees- en of spierklachten. Tevens ligt gewichtstoename op de loer, welke een negatief effect heeft op uw lichaam en het nieuwe orgaan. Daarom is het van groot belang om uw activiteiten gedoseerd op te bouwen, regelmatig te bewegen en een gezond voedingspatroon na te streven. Uw fysiotherapeut en diëtist kunnen u daarbij adviseren en begeleiden.